Zaterdagochtend, ik ga mijn ouders ophalen. Die slapen iets verder bij mij op de straat in een homestay, de Constant Gardener, vernoemd naar de beroemde film. Ik ga vooral met mijn ouders praten over wat ze van de Ethiopië-reis verwachten, want we gaan naar de Omo-Vallei reizen. Nou, Country Club. Staat hij aan? Landscape. Ja, hij staat aan. Hij staat aan, oké. Gezellig. Wij gaan naar Ethiopië. En vraag aan jullie is, wat zijn jullie verwachtingen van het land en van de Omo-Vallei? Wat ik erover gelezen heb, is dat het een zeer kleurrijke bevolking is. En dat ze zich niet zomaar laat fotograferen. Zal ik take a photo of you? Mijn verwachtingen hierbij zijn dat we echt naar een savanne-achtig gebeuren. Savanne, nou, we rijden door savanne-achtig naar een woestijn. Dat is een pandemiet daar. Oh, wow, wow. Nou, dit is helemaal niks. Maar de grote vraag is, want dat is wat jij terecht zegt, pap, dat het toch iets toeristisch heeft. Omdat de volkeren hun hand snel ophouden. Klopt, die hebben dat geleerd als een bron van inkomsten. Money. Ja, het is een beetje een test van hoe je dit op een goede manier de Omo-Vallei kan bezoeken. Ja. En of het uiteindelijk keurmerk krijgt dat dit echt een gebied is wat we willen ontwikkelen en wat we willen aanbieden. Ik weet niet wat de bedoeling is van dit interview, want de interviewer is het meest zelf aan het woord. Wat is jouw idee bij deze reis? Mijn idee is ook dat we veel verschillende volken gaan zien. Maar ik denk en ik hoop dat de natuur ook heel mooi is. Je ziet hoe groen het hier is, hè? Ik vind het echt een fantastisch landschap. Ja. En dat er ook nog vogels zijn die je kan spotten. Help eens op dat duifje. The beautiful bird. Oh ja. Yeah. Tambourine dove. Oké, okay, dankjewel. Hi, ik ben Charlie en ik heb een reisbureau naar Afrika. Met mijn ouders reis ik af naar de Omo-Vallei in het zuiden van Ethiopië, dat bekend staat om zijn kleurrijke stammen en het ook wel vaak als toeristisch wordt omschreven. We gaan op onderzoek uit. Kun je dit gebied bereizen zonder in een tourist trap te belanden? We gaan off the beaten track in de Omo-Vallei. Zo, we zijn er. Ja, koud hè? Ethiopische lucht, een beetje motregen. Heerlijk. Onze eerste nacht in Addis Ababa verblijven we in het oudste hotel van het land. Taitu Hotel. Dit zijn de bekende Ethiopische taxietjes. Je hebt geloof ik gele en blauwe. Gele is een officieel, betaal je te veel voor. Taitu Hotel. Nou, wel geestig toch? Een balkon met palmbomen in de achter. Nou, mooi uitzicht. Ja, prachtig. Goedemorgen. Ik heb dus die schimmel op mijn hoofd. Ik ga even bij de dokter checken of ik wel de juiste medicijnen in Kenia heb gehad. Goedemorgen. Ik heb de directions. Als het goed is, is het heel dichtbij. Do you know where this is? Do you know where this is? Or do you know where this is? Nee, we zijn er niet in jou. Oké, die dokter in Kenia die had de verkeerde kuur voorgeschreven. Dus maar goed dat ik even ben gegaan. Ik zit nu aan de goede kuur, hopelijk. Super vriendelijke mensen binnen. Ook op de weg hier naartoe. Ik was aan het zoeken. Mensen schoten me te hulp. Hallo. Hallo. Can you bring me to the Taitu Hotel? Taitu Hotel? Ja. Oké. Zo gaan? Heb jij je tas al gepakt dan? Oh, nee. Oh, ik moet even naar de kamer nog. Ja, hier. Nog één keer het uitzicht vanuit de kamer. Kijk, mooi hè? Oké, let's go. We gaan beginnen met de roadtrip. We starten de roadtrip naar het zuiden en gaan naar Yirgalem. Maar we maken een tussenstop bij Lake Siwai. Dat is met name heel erg interessant voor mijn moeder, die houdt van vogels. Longer tail, the one who's flying. There must be like 200 pelicans. Yes, that's pelicans. Yeah. Wow. Group of pelicans. Like there. Yeah, like there.
allemaal pelikanen. We zijn gestopt bij Lake Zeewijd. Birders Heaven, Birders Paradise. Nou, dat zag je al vanuit die droneshots. Dat er heel veel om dit ding heen gaat cirkelen. Maar je ziet daar in de verte marabous, vis-eagles in de bosjes. Zeewijd. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hier links van ons de greenhouses from the Dutch. Very big rose farm. Roses, I guess, hè? Yes, it's roses. Dus in Kenia, Ethiopië, zelfs ook een beetje in Tanzania, zijn er heel veel Nederlandse bloemenboeren. Ze hebben allemaal in één keer een vliegtuig op naar Nederland. De Nederlanders. They thinking very well because they got a job here. A lot of women working in this greenhouse. In de volgende aflevering verkennen we de koffieplantages van Jirgalem met tourguide Alex. Hier een kleine sneak peek. Welcome, I'm here with barista Alex in Jirgalem. We're going to do a coffee tour around the plantation. Alex, what do you got for me? If you want to next the coffee tree, if planted the coffee, the fruit, you can find the best flavor. Exactly. Short. Vond je dit een leuke video? Klik dan hierdoor naar de volgende. Wil je een ander land zien, een andere serie? Klik dan daar. Vergeet niet te subscriben. Hier is de website Safari Gemma. Hope to see you soon in Africa.